Het is vandaag 23 maart. Stand Up 69 was een waanzinnige optreden. We gaan even terug naar afgelopen vrijdag. Een waanzinnige CD-presentatie met Gary en de Bond van Vriezen. Hoe hebben jullie het zelf gevonden afgelopen vrijdag? Ja, het was echt fucking awesome. Alles ging helemaal lekker die avond. Echt heerlijk. En wat vond jij ervan? Ja, ik vond het ook heerlijk, Emmy. Het was zo fijn om met elkaar muziek te maken. Ja, lekker druk inderdaad. Dus iedereen ging lekker uit zijn plaat. En zo willen wij dat altijd wel zien, ja. Heerlijk. Aan medewerkers die een cadeautje kregen vrijdag? Ja, terecht natuurlijk. Je moet wel mensen bedanken. Promotie ook heel belangrijk. Daarom. En misschien sta jij ook wel op de lijst volgende keer. Ja, nee, iedereen was echt heel erg enthousiast. Ja. Ja. Wat heb jij gehoord? Ik weet het niet, dat is één grote waas. Ik heb wel stukjes op internet gezien. En ik heb te veel naar die vriezer gekeken, ik was helemaal doof. Ik heb geen idee meer. Maar ja. Nee, die sliepen nog bij mij, dus ja, dat was. Ze kunnen ook niet zoveel meer. Nee. Ik ben machinist voor singer-songwriter. Dat is toch weer akoestisch, is toch weer heel wat anders dan. Als vrijdag eigenlijk. Ja, vrijdag lekker herrie en nu zachtjes. Simpel. Wat zijn de toekomstplannen van Stand Up 69? Hopelijk gaan we dit seizoen een festivalseizoen draaien. Waar? Overal in Nederland. En we gaan. En Engeland. En Engeland. En we gaan naar Engeland, ja. Wisten ze de boot komen ze niet meer terug? Nou, er is altijd nog een tunnel gelukkig. Ja. Go to the end of the underground. Underground. Hey, Facebook, website. Facebook, Bruno. Facebook.com/standup69band. En de website? standup69band.com. Yeah. En kijk naar de waanzinnige clip die ze gemaakt hebben. En als je het concert wil zien van vorige vrijdag, dan moet je terugkijken op Star TV. Waar ook dit interview op staat. Thank you.